PSV bereidde zich vrijdagochtend op de hertgang voor op de hervatting van de competitie. Luc de Jong liet zien hoe gevaarlijk hij is in de lucht, tijdens een partijtje waarin de spelers alleen mochten koppen. Zaterdag speelt de ploeg van Philip Cocu in Arnhem tegen Vitesse. Ondanks dat de Arnhemmers slechts tiende staan, wordt het volgens de coach toch een topwedstrijd. Nou, ik vind het wel een topwedstrijd. Misschien niet als je naar de ranglijst kijkt, maar wel als je naar de twee ploegen kijkt. Ik denk dat Vitesse een van de betere voetballende ploegen van de Eredivisie is. Misschien een wisselvallig seizoen zelf gehad. Met fases waar ze moeilijk scoorden, met fases waar ze juist heel makkelijk scoorden, veel punten haalden. Maar het is een goede voetballende ploeg, goed combinatie voetbal, positiespel. Spelers die een goal kunnen maken, offensief ingesteld, druk naar voren toe. En ik vind het meteen een topper om mee te beginnen. Schaars, Tamata, Hendricks en Heljemark ontbreken tegen Vitesse. Heljemark speelt vrijdagavond wel al 45 minuten met Jong PSV. Menno Koch maakt het seizoen op huurbasis af in Breda. Hij stond vrijdagochtend al op het trainingsveld van NAC. De verdediger verlengt zijn contract bij PSV wel. Hoogstwaarschijnlijk keert hij aan het einde van de competitie gewoon terug in Eindhoven. Cocu ziet in Ajax en Feyenoord de twee belangrijkste concurrenten voor het kampioenschap. De enige deel van de punten die dit seizoen nodig hebben om kampioen te worden. Zijn dat dingen waar je überhaupt mee bezig houdt? Dat je een lijstje maakt van nou, daar zou misschien... Het zou mooi zijn als ik daar al antwoord op zou kunnen geven, Rick. Maar er zijn trainers die dat doen, hè? Die maken een lijstje en die... Nee. Ik ben niet van de lijstjes. Ik denk dat het belangrijk is, je moet focussen op de volgende wedstrijd. Eerst volgende wedstrijd die voor de deur staat. Ook iemand van naar onszelf kijkt. Ik hou er niet zoveel van om naar anderen te kijken. Wij moeten zorgen dat we de eerste helft van Zoom kunnen benaderen. Qua prestatie. Nou, doen wij dat, dan denk ik dat de kans behoorlijk groot is dat we kampioen kunnen worden. Dan heb je 86 punten. Als je dat benadert. Dat zou in principe voldoende moeten zijn. Ja, je weet het niet, het blijft voetbal. En dat is ook het mooie aan het spel. Vitesse PSV begint zaterdag om 9:15.